Hey, ik ben Thomas, dit jaar prezes van onze studentenvereniging SOCA. SOCA is de studentenvereniging van de Sociale Hogeschool. En wij vertegenwoordigen dus alle studenten van zowel sociaal werk, sociale readaptatiewetenschappen en de graduaten. Nu, wat doet SOCA juist? SOCA voorziet heel veel activiteiten voor de studenten aan onze school. Zo hebben wij tal van sport- en cultuuractiviteiten. We hebben feestjes dat we organiseren, zoals een galabal, maar ook een campus, met daarna een TD. Dus één groot feest eigenlijk. Voor de rest hebben we elke woensdag een vakavond waar er gedanst kan worden in het archief en er contact kan gelegd worden met heel veel verschillende mensen. Door SOCA is het eigenlijk ook een beetje mogelijk dat jullie andere mensen van andere kringen en andere richtingen leren kennen. Aangezien wij heel goed in contact staan met bijvoorbeeld de studentenverenigingen van de lerarenopleiding, van informatica, verpleegkunde, waardoor dat wij heel veel contacten kunnen leggen. Voor de rest voorzien wij gewoon echt heel veel dingen om de studenten aan de SSH bezig te houden en plezier te laten hebben. Wat voor mij zo'n beetje het moeilijkste was in Leuven, of het spannendste, was dat ik eigenlijk niemand kende die ook aan de SSH ging studeren. En daar heeft SOCA dan wel voor gezorgd dat ik heel rap of heel snel vrienden had en me ergens terecht kon. Dus dat is een beetje kort waar wij voor staan. Het is een geweldige vriendengroep waar je altijd terecht kan. Met al je vragen, zowel over school, net zoals je bij de CSR terecht kan. En om je gewoon eens te amuseren wanneer je op je kot zit en je weet wat doen. Dus we hopen jullie allemaal te zien volgend schooljaar. En tot dan!